en in oorsprong 16e-eeuwse huizen die hier stonden. Dus daar zie je bovenaan nog de aanzet van een gewelf, van een keldergewelf, hè, die ronding zo'n beetje. En dan zie je dat baksteenformaat, dat soort baksteen en die mortel waarmee dat je muur gemaakt is, dat is dan ook weer typisch voor 16e of misschien nog 17e eeuw. Maar ik denk 16e. Die muren dat je hier ziet, ja, dat zijn latere verbouwingen van die oudere huizen die er stonden. Als je daar naar bouwmateriaal en bouwtechniek ziet, ja, is dat eerder 18e, 19e eeuw. Misschien zelfs 20e eeuw, ik weet het niet. Want die muren bovenaan zie, is toch allemaal heel anders dan die oudere muren. En dan rechts zie je nog waar dat een trap heeft gezeten. Hè? Die schuine lijn. Dus ja, dit is een heel kleinschalig, beperkt onderzoek. Om een beetje een beeld te krijgen. Maar ja, je zou eigenlijk eens moeten terugkomen als het definitief wordt opgegraven. Dan ligt er ineens veel meer open. En dan kunnen misschien... Waar wij nu stonden, al toe kan opgegraven. Ja, ja. Heel het terrein zo. Van aan de straat tot ja, heel het stuk. En hoe bepaal je die diversiteit? Sorry? Hoe bepaal je die stalen die je nu neemt? Waar je dat gaat doen? De putten? Ja. Ga je dan naar het stadsarchief voor een... Waar dat we de putten graven? Ja, ja, hier is vorig jaar is hier een archiefstudie gebeurd door twee dames. Ja, die een stadsarchief, zo wat de oude bouwvergunningen en verbouwingen hebben geraadpleegd. En zij kwamen dan ook tot ontdekking van ja, die straat is hier al minstens in de 16e eeuw qua blindbebouwing helemaal volgebouwd. En er zaten een aantal plannetjes bij, ook van die latere 19e eeuwse huizen. En het is op basis van die informatie dat je gaat zeggen van ja, we willen een put ter hoogte van die 16e eeuwse bebouwing. Ook eentje van achterin gelegen, dus dat we misschien in niet onderkelder de zones gaan zetten, waar de kans op oudere sporen, alleen middeleeuwse sporen, groter is. Hiernaast in die put hebben we een paar paalsporen gezien, maar ja, zonder vondstmateriaal, dus kunnen we dat ook niet zeggen. Is dat 13e eeuw of is dat misschien Romein? Het is misschien een heel moeilijke vraag, maar is er sprake van dat mensen bijvoorbeeld in de 16e eeuw ook archeologisch iets hebben opgegraven toen en interesse hebben gehad voor die dingen? Oh, echt? Zo. Ja, mijn wetenschappelijke vraagstelling zal daar nog niet echt groot zijn. Nee. Er zijn al wel heel vroeg verzamelaars. Ja. Dat begint eigenlijk al in de 16e eeuw. Eigenlijk met de renaissance, dat ze weer interesse krijgen voor antieke cultuur. Ja. En dat je ook hier in Antwerpen ja, een soort van verzamelaars krijgt, van amateurarcheologen. En jullie kunnen dat wel zien als je dan een opgraving doet van 16e eeuw. We hebben dat nog nooit gezien, hè, dat er zo'n opgraving al gebeurd was of zo. Dat, zoals in Pompeji, dat je zo die 19e eeuwse opgravingen nog... Ja, binnenkort zien we hier. Zelf van een keer zien. Binnenkort. Welk materiaal gebruik je nog buiten Schuppen? Ja, dit hier. Dat is een guts. Dus dat is zo'n gigantische appelboord. En dat is wel iets handig om, als je nu zo'n kuil hebt, gelijk een aanlegkuil van de waterput, dat je vlug kunt peilen hoe diep dat dan gaat. Je steekt dat erin, je draait daar een kwart of een halve ronde. Moet je het eens proberen daar? Op de steen. Ja, dat werkt dus al hier. Ik eerst hier voor, wat dat moet en dan was in daar. Nee, dat is maar dan kun je snel zien wat een bodem aan was. Eigenlijk zo'n stukje bodem eruit. Ah, ja. Ik heb nog een ander type boren ook, zo, dat echt zo... Ja, echt een boor. Een boor is. En die je dan zo heel stoer uiteen. Verlengstuk. Mag je een zend geven op hier? Ja, ook wel. Hier nu niet, maar dat doen we ook wel dikwijls. Dat we van, stel nu dat we een oude beerput vinden. Daar zit heel veel vondstmateriaal in. En ook heel veel plantenresten en zo. Daar worden dan wel bulkstalen van genomen. En die worden dan nat gezeven. Dat heb ik toch laten zien, denk ik, in die presentatie van de zeven en dan. Ja, toch niet zo goed opgelet. Niet zo goed opgelet, precies. Dan staat er een paar vragen. Nee, dat zeven doen we ook, maar dat is dan weer een ander specialisme, dat je die plantenresten gaat onderzoeken als archeoloog. Ja. Is dat niet uw eigen werk?
zullen weinig archeologen zijn die echt zo... We kunnen dat allemaal wel door andere dingen doen. Nee, dat is inderdaad... Ik heb dat toen ook laten zien. Hè. Ik heb zo'n foto van onder een microscoop van zo'n plantenresten laten zien. En van al die kleine dienstjes zo. Die ja, dat zijn dan allemaal zo, ja... Allee, dingen van planten, allee, zo zaadjes en vruchten. Allee, ja, dat zijn, hoe frustrerend is dat soms dat je zo maar op een bepaald terrein kan opgraven en dan kan je aan de rand van iets zien van hier zit eigenlijk iets ongelooflijk, maar dat is onder dat huis. Ja, hoe hebben jullie, dat denk ik ook vaak. Allee, dat moet je toch al meegemaakt hebben? Ja, dat is zeker al meegemaakt. Ja. We kunnen er al mee leven. Ontdekken. Gewoon gaan. Hè. Nee, ja. Dat is gewoon inherent aan de job, denk ik. Ik denk, nee, ja, dat is oh, ook nee, niet veel het huis is echt gebrand. Nou, ook nooit geweest dat we zo echt... Dat zo mega spectaculair dat we zo net moesten stoppen wanneer het dan... Het valt zo. Wel op mijn huis. Het zou wel cool zijn. Zo dat huis in brand steken en aan het uur. Brand weer? Je begint de straat en elke opgraving en is ook maar een stukje van het puzzel. Je moet niet de intentie hebben om bij elke opgraving heel de geschiedenis van de stad te willen herschrijven. Nee, maar als het zo net aan de rand super interessant wordt en je kunt daar dan niet verder. Dan lijkt me is wel heel frustrerend. Zoek een andere op. Wat we ook nog wel doen is taal aannemen voor dateringen. Ja, voor labo dateringen is dat goed. C14. Opgraving, ja, C14 bijvoorbeeld, of als je hout hebt met genoeg jaarringen, dan kun je de jaarringen tellen en de sequentie inpassen. En wie doet die dateringen? Dat is ook labo's. En welk labo werken jullie samen met ja, de universiteit? Tot vorig jaar was dat met de Vlaamse overheid. Ja, die hadden een aantal specialisten. Met KIK, dus Kiekpark in Brussel. Die doen C14 dateringen en dan voor gelijk dendrochronologie. Het is allemaal aan het veranderen, heel dat landschap van wie. Allee, dus, maar ja, er zijn ook bedrijven in. Buitenland waar je terecht kunt. Alleen in Nederland zijn er heel veel. Die dan veel beduurd. Ja. Ah, ik had wel nog een vraag. Van, er stond iets in de test dat we van u hadden gekregen over stuifmeelmethode. Ja, ik wist niet echt wat dat was eigenlijk. Stuifmeelpollenanalyse. Ja, ik weet het niet. Was dat in die tekst van de schedel of ja, van het aardewerk? Van die schedel. Van die schedel. Dat is zo... hoe oud was dat? Van de 11e eeuw? IJzer. Die schedel? Die schedel was zo... Maar niet van de 11e bijna prehistorie, denk ik. Nee? Van de 9e eeuw of zo, niet? Zo op zo'n koraalberg. Ja, dat is ah, ja, mensen ja, hebben 9 eeuw. 9 schedels gevonden. Ik had hem, hè? Daar had ze ook zo'n stuifmeelonderzoek gedaan om het landschap te bepalen. Oh ja, dat is inderdaad zo. Dat is een pollenanalyse. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, dat zijn allemaal inderdaad natuurwetenschappelijke methodes die als partnerwetenschappen optreden voor archeologie. Hm. En voor wat is dat dan juist voor de vegetatie? Ja, maar ja dan kunnen het landschap terug. Ja, reconstrueren. Dan weten we dat er daar gegroeid. Ah, okay. Ja, stel nu, als je naar dat profiel ziet, dan zie je zo in het midden, allee, iets boven het midden, zie je zo'n horizontaal vlak, min of meer. Mm-hmm. Dat is zo'n laagje. Iets zwarter. Ja, dat iets zwarter of iets geler is. Stel nu dat dat uw, ik zal maar zeggen, eigenlijk op de Koraalberg, uw 9e eeuws loopvlak is, waar nadien dan van alles opgekomen is. Ja. Maar dat loopvlak dat ligt een hele tijd open en gelijk hier de natuurlijk bomen en planten rondom die aan hun stuifmeel dat verstuift en dat raakt verspreid over heel uw loopvlak gelijk dat we nu hier staan. Inderdaad. Dus als je daar een staal van neemt, dan kunnen dat perfect alleen aan de dat blijft daarin ook. Ja, dat blijft erin. Die pollen en die zijn, dat vergaat dan niet. Ja, dat hangt er allemaal vanaf hoe natter. Uw context, hoe beter ze de bewaring. Als dat heel droog is of als dat verbrand is, dan is dat weer een ander verhaal. Ik heb zo'n archeologisch onderzoek gedaan op het spoor Noord en daar hebben we zo'n gracht gevonden, nogal tamelijk diep, en daar is dat echt wel heel goed gelukt van, om dan de vegetatie van te kunnen uithalen, omdat dat dan echt zo nat was en dan diep, dus diep onder de grond lang goed bewaard. Er is dan zo'n bureau in Nederland heeft dat ook gedaan. Die hebben er echt heel veel over kunnen schrijven. Ik heb meteen in de les ook gekeken. Het leek ook zo, als je dingen, als er rampen gebeuren, als je dingen vernietigd worden, dan komen er
snel dingen onder de grond te ja, als het snel toegedekt wordt, ja. Dat is natuurlijk gewoon. Zijn er zo dat soort momenten in Antwerpen geweest? En misschien is van, dat is een interessant moment. We hebben wel eens een opgraving gehad in de Blindenstraat, was dat, waar we een bouwfase op basis van archiefbronnen wel tot op, denk ik, 3 jaar nauwkeurig konden dateren. Ja. Wat eigenlijk heel uitzonderlijk is, hè, want meestal als je een 16e-eeuwse muur vindt, als je geen archiefbron hebt, ja, dan weet je eigenlijk, kan piepen of blazen. Het jaartal, hè, dat kunnen we niet meer schatten. Daar was hij wel. Een ander vraagstuk, dat werd meer vroeger zo aangedacht, is die transgressies. Na de Romeinse tijd, dat hier Antwerpen, of wat nu de middeleeuwse kern is van Antwerpen, dat die ook overspoeld zou zijn. Maar ja, ondertussen is dat beeld helemaal achterhaald. Dus heel dat transgressiemodel is niet zo uitgesproken als dat men vroeger dacht. Maar vroeger werd dat wel in die richting geïnterpreteerd dan. Dus het kan even goed zijn dat er nu op bepaalde manieren gedacht wordt. Ja, tuurlijk. Die daar eigenlijk ook achterhaald kunnen worden binnen een aantal jaren. Tuurlijk. Hopelijk. Hè. Ja. Ja, maar dat is dan toch ook raar om over na te denken dat je eigenlijk iets totaal fout kunt doen. Ja. Ja, maar dat is met veel dingen zo. Is het niet frustrerend dan als je zo een hele carrière hebt opgebouwd en die dingen dacht en dan 30 jaar later. En dan denk ik, ga je dat niet proberen dat te bestrijden, ondanks dat je weet dat het fout is. Oké, het is tijd. Nee, dat is waar. Ik zie dat bij historische eieren. Ja, veel dat les kan van gebeuren, proffen ja. En zo en eigenlijk ja, er wel zo levensschrik. Maar wij gaan toch zo later blijven komen naar de opgraving en zeggen, oh nee. En toch had ik gelijk. Ja, dat is het voordeel van archeologie, dat je het niet opnieuw kunt opgraven. Ja. En het is ook wel haat, hè. Ja, het komt altijd bij. Hè. Ah ja, het wordt er een jaar interessanter. Hè. Ja, en in de toekomst gaat archeologie zelf ook een deel worden van archeologische opgravingen. Zo de putten die nu bijvoorbeeld zijn gegraven, die gaan dan ook teruggevonden worden. Ja, deze kan je nooit meer zien, want hier gaan de dingen opkomen. Hè? Ja. Maar wie weet, met nieuwe methoden. Ik denk toch dat ze over 5 jaar zeer grote vragen gaan hebben bij je parkeergarage. Ja. Maar nee, dat gaan ze zullen kunnen zien met die stukjes. Dat gaan ze kunnen zien. Ah, ja. En als er nog een paneel hangt. Wat je wel hebt met Merovingische grafvelden bijvoorbeeld, is dat je wel ziet wanneer dat die geplunderd zijn. In Bloemen en zo is dat ook weer gezien. Dus dat ze al heel vroeg, dus in de middeleeuwen, dat ze wel.